De verkiezingen van 2025 zullen de belangrijkste ooit in de Surinaamse geschiedenis zijn. Dit concludeerde NPS-voorzitter Gregory Rusland tijdens een recent gehouden weekvergadering. Rusland zei dat het beleid van de afgelopen termijnen heeft gezorgd voor de huidige positie waarin Surinamers zich nu bevinden. De NPS-voorzitter spreekt van een onverdiende situatie, doch realiteit. Er moet volgens Rusland gewerkt worden aan beter beleid om Suriname weer op rechte sporen te kunnen brengen. Zouden met z'n allen in een veel betere positie moeten zijn. Wat wij nu in de komende jaren als mogelijkheid hebben, is dat wij versneld kunnen komen uit de benarde positie waarin dit volk gebracht is. De olie- en gasontwikkelingen in Suriname vallen niet te onderschatten. Daarom is het volgens Rusland belangrijk dat Surinamers een bestuur kiezen dat de focus legt op nationale ontwikkeling. Suriname tot ontwikkeling brengen gaat dus gepaard met goed en langtermijn bestuur. Waar wij voor moeten zorgen, Kondreman, is dat we nog kiezen voor ontwikkeling. En inderdaad dat olie sector die ontwikkelt, maar dat we zijn in het ontwikkelen van hier Kondre. Maar wij moeten natuurlijk ervoor zorgen dat we de juiste mensen in het bestuur hebben. Die goed bestuur kunnen voeren, die projecten kunnen ontwikkelen en dergelijke. En dan kan dit zo van Gundu Kondre, dat we op 3 generatie, 4 generatie in Wakoso. Rusland besloot met de oproep om te blijven werken aan de opbouw van Suriname, ongeacht politieke kleur, ras en geloof. Elke Surinamer verdient gelijke kansen en moet zich kunnen inzetten voor de opbouw van ons land.